Let's start. Wie denkt dat een klomp gewoon maar een houten schoen is, komt naar een bezoekje aan Klompenmuseum Gebroeders Wietsers bedrogen uit. Want een klomp is veel meer dan dat. Zo zou het eruit gezien kunnen hebben, hè? Ja, vaak wat kleiner. Als je zag hoe vroeger de klompenmakers werkten, dan dacht je, hoe is het mogelijk? Vaak een eenmansbedrijfje, ja. Met één knecht misschien. Heel klein schuurtje en daar stonden die machines dan. Maar dat had je er dan, wat hier nu staat, nooit in kunnen proppen, hè? Jullie hebben hier allerlei attributen uit die klompenmakerstijd bij elkaar gezet. Ja. Om toch een beetje een overzicht te geven. Hier zie je Nederlandse machines, Franse machines, Duitse machines. En natuurlijk een plekje waar onze laatste klompenmaker van Eelde gewerkt heeft, meestaande. Een van de gebroeders Wietsers was dat? Ja, de gebroeders Wietsers, laatste die hier in het dorp klomp hebben gemaakt. Ja. Hier in dit hoekje laten wij zien hoe die klomp gemaakt wordt met de buitenkant met dit grote mes. En daar wordt de klomp mee in model gesneden. Ja. En dan wordt die uitgehold, onder andere met die boren die daar hangen. De hakmessen zie je daar. En natuurlijk kenmerkend van de klomp is die mooie gladde buitenkant. En dat wordt met dat kleine trekmesje gedaan. En daar wordt hij heel prachtig aan de buitenkant afgewerkt. En later natuurlijk geschuurd. Dus zo'n klomp ziet er mooi glad uit. Dan krijgt hij zijn specifieke versiering zoals je daar de echte Wietsersklomp ziet. Het is ambacht en het is toegepaste kunst. Ja, precies. Net wat je zegt. En een ideaal schoeisel om hier in de modder en de drek op het platteland of in de stad mee rond te banjeren. Wat wil je nog meer? Maar de vierdaagse in Nijmegen loop je er niet op uit. Maar er zijn er wel fanatiekelingen die dat ook doen. Ja, het wel een gekke klompen die meedoet. Maar het zijn ook vooral praktische schoenen. Hè? Ja, heel praktisch, ja. Maar dat ze esthetisch en modieus kunnen zijn. Dat zie je hier. Dat zien we hier in het Klompenmuseum. Ja. En ik neem je nu mee naar de expositieruimte waar we dit jaar natuurlijk weer een nieuwe tentoonstelling hebben. Kom maar verder. Ja. En je zou hem in drie onderdelen kunnen verdelen. Hier zie je de Nederlandse klomp. Ja. En dan daar de Europese klomp. En dan verder laten we hier de prachtige klompen zien en ook de hele modieuze. Ja. Kijk maar rond. Die vind ik trouwens ook mooi. Ik zie nu dat gat in die hak. Ja, leuk. Die loopt vast ook heel lekker. Ja. De klomp als modeschoen in de vorige eeuw. Jaar 70, denk ik. Ja. En dan zien we hier een van Nederlands grootste schoenenontwerpers, Jan Jansen. Ja, klopt. Die heeft eigenlijk al jarenlang de klomp als uitgangspunt. Momenteel weer. Ja. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar mevrouw Krotje, is dit nog een klomp? Ja, alles wat een houten zool heeft, dat noemen wij een klomp. Wat jullie hier naast elkaar hebben staan, dat is zeg maar op de rode loper, dat zijn de nieuwe klompen. Ja, ook al zijn ze misschien 40 jaar oud of 50 jaar oud. Ja. Aan de andere kant staan de echt antieke klompen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, juist door het contrast aan te geven en het verschil toonbaar te maken, maak je ook weer de vergelijking beter. En het moderne is natuurlijk toch een beetje de catwalk en meer de show en... Ja, de expositie heet ook Chic op hout. Ja. En deze klompen die hier staan, zijn dus ook allemaal wel chic, zeg maar. Maar veel meer een gebruiksvoorwerp. Ja. Ik heb maat 39. Hè? Hoe ging dat vroeger? Had je mallen of
De maat van de klomp is in centimeters. En het is anders dan de schoenmaat. Kijk, toen de klompenmakers de machines gingen gebruiken, had je de modellen, de mallen, zeg maar, die werden in de machine geplaatst. Die waren meestal gemaakt van wat harder hout. Ja. In dit geval iepenhout. En die werden dus in de machine geplaatst. En dan ging je het maar werken. Dan hoefde je dat niet steeds te meten, zoals dat vroeger altijd wel gebeurde. Jullie realiseren je wel dat je misschien op een gegeven moment, zeg maar, op dezelfde lijn komt als welk willekeurig prehistorisch museum dan ook, hè? Omdat het gewoon ophoudt en verdwijnt. Of ben ik nu te pessimistisch? Nou, ik denk dat je pessimistisch bent, want als ik kijk naar de mensen die hier komen om dit te bekijken, ze staan allemaal versteld van onze schitterende collectie. Dus ja, ik denk dat die zo schitterend is. Dit gaat over hoe het gemaakt wordt. Maar jullie hebben de grootste, of een van de grootste kloppencollecties in de wereld, hè? Ja, wij zijn zo eigenwijs om te zeggen dat wij de grootste collectie ter wereld in huis hebben. En ver daarbuiten. Ja, ja. Er zijn heel veel klompen bij, die kan je zo in productie nemen. Ja. Ja. He, zoals deze klompen, nou, dat is natuurlijk gewoon een heel mooi handwerkmateriaal. Als je ook ziet hoe het hout loopt en hoe de nerf loopt. Het is ook prachtig. Met een ongelooflijk gevoel voor humor gemaakt. Ja. Ja. Dat zijn meer showklompen, die ik daar zie met die ritsjes. Want nee, dat zijn geen showklompen, dat zijn beeldende voorwerpen. Dat is beeldende kunst. Sorry. Kom maar, gaan we kijken. Ja. Iemand heeft zo'n grote voeten. Dit is werk van Bas van Buren. Ja. Bas van Buren heeft 3 jaar geleden hier de expositie gevuld. En dat was voor het eerst dat er echt ook met een beeldend kunstenaar werd gewerkt. En hij had dit inderdaad staan. En dit object is dus ook aangekocht door het Klompenmuseum. Ja. Mirjam van Degel. Ja. Zij heeft deze klompen gemaakt. Ja. Het bijzondere hieraan is dat het team van Lady Gaga haar heeft opgespoord. En deze klompen opgevraagd heeft. Dus dat klinkt al geweldig voor een persbericht. Lady Gaga had Nederlandse klompen. Dat is toch fantastisch. Ja. Ja. Er kan dus heel erg veel met het idee klomp. Ja, ja, klopt. En het is ook leuk dat jullie als Klompenmuseum wat dat betreft meegaan in de vaart der volkeren. Ja, nou ja, het is juist de bedoeling om de klomp in al zijn variaties te laten zien. Hè, van het klassieke beeld tot nu. Dus de klomp ook echt te trekken naar de hedendaagse tijd, zeg maar. Ja. Weten ze überhaupt, hebben ze ooit geweten dat ze naamgever van een museum werden? Helaas niet. Nee. De beide broers waren voordat het museum ontstond al overleden. Ja. En de beide dames, de beide vrouwen, die hebben altijd nog hier als vrijwilliger in het museum gewerkt. En Tini werkt hier nog altijd als vrijwilliger. Ja.